Dag, hier zijn we weer. Verborgen achter een van mijn favoriete merken. En van mij. Waar we het vorige keer ook al wel vaker over hebben gehad. En de laatste keer dat we hem bespraken was Trois Fleurs. En dit is dus Parfum d'Empire. Ja. En dit is eigenlijk, dit volgens mij het merk. Hoe heet je ook weer zijn naam in zijn hoofd? Marc-Antoine. Ja, Marc-Antoine. Dit is volgens mij een neus waar andere neuzen jaloers op zijn. En terecht. En terecht, ja. Omdat hij laat zich niet leiden door commerciële principes. Alhoewel, hij maakt natuurlijk commerciële geuren in a way. Ja. Maar het is allemaal zoveel vakmanschap. Ja. En ik ben elke keer weer verbaasd. Ja, ik ook. En de liefde waarmee hij over het vak praat, dat stopt hij ook in de geuren. Ja. Voor hem is het, hij is een chemicus, zeg maar. Ja. En een dichter tegelijkertijd. Ja. Ik vind het echt heel knap. Ja. Zijn eerste 7 geuren, kijk ik dames en heren, ik heb nog de oude versie. Mooi, ja. Want mensen, dat is wel een nadeel al heel veel die ze merken, dat ze om zoveel tijd zijn verpakkingen gaan aanpassen. En dan wordt het allemaal weer duurder en tralali, tralala. Maar de eerste 7 geuren waren geïnspireerd op grote geesten uit het verleden. Wat ik bijvoorbeeld heel erg mooi vind aan zijn Ambre Russe. Mm-hmm. Dat is een mooie, zware ambergeur. Nou. Maar wat het leuke is, hij heeft in die opening, dat is hem altijd bijgebleven. Daar heeft hij een opening, omdat het hof van het zaren op te roepen. In die opening heeft hij dus een noot van wodka en champagne zitten. Nou. En dat is een fantastische opening. Ja. En die begeleid je helemaal zo de warmte in van de open haard in feite. In, zo'n, zeg maar, in de Ermitage. Ja, mooi hè. Prachtig. Ja. En een andere schat. Dat is Eau Suave. Oh, dat is mijn heilige geur. Dat is een soort geïnspireerd op de rozentuin van Josephine Beauharnais. De eerste vrouw van Napoleon. En die had haar huis Malmaison. Dat was een soort buitenverblijf. En daar schijnen ook giraffen te hebben rondgelopen. En allerlei vreemde, exotische beesten. Toen, hè? En daar is dus die roosduim. En dit is een chyperroos. Ja, mooi, hè? In de buurt komt van Roos Barbaar. Ja. Maar ik weet niet. Roos Barbaar is letterlijk barbaarse. Ja, ja, ja. Dit is meer gecultiveerd, geciviliseerd. Ja. En toen ik had die 7 geuren en er komen steeds meer bij en je ruikt elke keer. En ik was er eigenlijk 1 vergeten. Ik had hem staan, ik had ook zo'n half flesje, ik heb er heel weinig. Kijk nog maar hoe weinig. Oh. En dat is dus Trois Fleurs van Marc-Antoine. En die doet iets wat heel weinig mensen doen, durven doen. Ik heb het ook al gezegd met de bespreking van Gabriel van Chanel. Een wit bloedparfum, hè? Tuberoos, jasmijn en roos. De heilige drie eenheid. De heilige drie eenheid, de heilige drie gratie van de parfumindustrie. Zoals Trois Fleurs had eigenlijk in Gabriel moeten zitten. Ja. Snap je, want dit is, ja, ik kan het bijna niet uitleggen. Ja, ik kan het wel uitleggen, maar ik moet even opsprayen. Ik weet wel wat jij ervan vindt. Ach man, hè. Ja, dit is zo sierlijk. Het is vol. Het zijn bloemen. Pas op, ik heb heel weinig. Oh ja, ik krijg van mij wel. Geintje. Oh, sorry. Ja, ik kan me niet beheersen. Oh, godsamme. Dit zijn bloemen, vol in de zomer. Ja. Het is een heel fris ondertoontje. Maar wat je ruikt zijn bloemen. Ja. Puur natuurheid van bloemen. Normaal dit. Echt niet normaal dit. Dit vind ik echt niet normaal. En weet je wat ik nou zo jammer vind als mensen zich mij ruiken? Is dat, oeh, wat zwaar. Oeh. Altijd oeh. Altijd dat. Ik vind het totaal niet zwaar. Oh, hij is present. Hij is aanwezig. Een beetje theatraal. Maar zwaar is hij niet. Want het is zo uitgepuurd allemaal. Het is toch niet normaal? En het is zo simpel eigenlijk, hè? Ja, maar ik vind Eau Suave ook niet normaal. Nee. Weet je, dat ik die heel lang heb ik Eau Suave voor mezelf gehouden. Dat ze zeiden van het merk, waarom verkoop jij die zo slecht? Want ik verkoop dit merk. En dat ik dacht, ik ga het aan niemand vertellen. Ben je gek geworden? Dat is mijn geur. Ja, maar die man moet ook nog leven. Ja, maar ja, zo, ja. Maar heerlijk. Dit is nou echt zo mooi. En dit moet je eigenlijk, het geldt gewoon voor alle geuren van Marc-Antoine, van Parfum d'Empire. Als je kennis wilt maken met hoe de klassieke parfumfamilie in elkaar zit, dan moet je eerst met zijn geuren zijn een heel goed begin. Ja. Ik heb hier nog bijvoorbeeld
Au Suave. Nee, sorry. Nee. Eau de Gloire. Oh. Geïnspireerd op dat kleine mannetje wat Europa heeft platgeteisterd. Napoleon Bonaparte. Ja. Ik schrok ook. Ik dacht, het gaat toch niet over Hitler? Nou? Nee, maar dit is Eau d'Hitler. Eau d'Hitler. Maar dit is echt, dit is een strakke cologne. Ja, op eau de parfum niveau. Ja. Het is chic. Het is strak. Zo wordt het niet meer gemaakt. Nee, nee. Echt niet. En hier zijn mensen bang voor op de een of andere manier. Ja, ik snap het gewoon niet. Wat zou er komen omdat het te natuurlijk is? Ik begrijp het niet. Mensen zijn denk ik te veel die chemische chemische geuren gewend. Maar is het ook niet zo dat mensen gewoon toch liever kijken naar de bekende merken? Ja. Dat ze dan bijvoorbeeld liever de La Posa nemen van Chanel, een irisgeur. Ja. Bijvoorbeeld dan zijn irisgeur, zijn Iquistrus. Ja. Oh. Dat ook zo'n prachtige geur is. Jongens. Kijk, de Cuir d'Automan. Ik wil echt klappen. Bijna van leer. Die nee, bijna leeg, laat ik het zo zeggen. Ja. Daar heb ik twee van leeg gespoten. In Duits is het leer. Wat? Bijna leer. Nee, maar dit is Ottomaans leer. Oh, nou, het is echt geweldig. Ze werden slofjes uit Spanje, daar vind ik het naar ruiken. Ja? Ken je die? Nee. Die suède, die pantoffeltjes. Ja? Moet je daar maar eens met je neus in gaan. Dus, ongedragen dan. Ja, ja. Maar het is, al zijn geuren zijn goed. Ik had echt, hij heeft ook die tabakgeur gemaakt, hè? Ja. Die vinden mensen dus echt vies, hè? Ja, klopt. Die vinden ik mensen snap het echt niet. Vies. Terwijl ik vind het niet echt een tabakgeur. Nee, maar het is heel, weet je dit? Je drinkt door tot de essentie van geur bij hem. Dat is gewoon geweldig. Ja. Ik heb zo'n bewondering voor hem, omdat hij niet met 20 geuren per jaar uitkomt. Nee, en het duurt even voordat hij een nieuwe geur lanceert. Ja. Maar ik heb nog nooit iets gehad dat ik dacht, dat voegt nou niks toe. Dat had hij niet hoeven te doen. Nou, dat ene, dat oh hupplepup vond ik een beetje tegenval. Wat dan? Nee, dat oh, dat die oranjebloesemgeur. Oh nee joh. Hoe heet het ook alweer? Nee, hier ligt die. Hier. Nee, die heb ik. Dit is tabak. Je bedoelt als moer de oranje? Ja, ook deze. Oh nee, die is ondeugend. Oh, vind je? Ja, want daar zit een beetje een snufje viezigheid in. Dus dat is een oranje bloesem. En ja? Als je hem draagt, zit een beetje iets poeperigs. Ja, maar, maar er zit ook een beetje van zeelucht in. Want het is toch die oranje bloesem die daar aan de Noord-Afrikaanse kust... Ja, weet ik. Maar op je huid, doe maar eens op. Hij is heel ondeugend. Hij is heel... Oh, dat ben ik weer vergeten. Hij is een beetje komijnerig. Ja. Wat hij met ACAD doet... Hier zit ook iets tabakkerigs, iets... Nou, iets dit is eigenlijk qua... Ah, maar het is lekker. Ja, maar dit is eigenlijk qua... Dit is eigenlijk zijn instapgeur. Omdat het een soort herkenbaarheid heeft. Maar ook door dat zeebriesje wat erin zit, snap je? Ja, het is iets zilters. Ja, maar straks komt een beetje die paardenstal erin. Ja. Nee, maar qua herkenbaarheid, snap je? Als mensen zeggen... mensen willen altijd kopen wat ze al kennen. Ja. Dan moeten ze hiermee beginnen. Want dit is zo herkenbaar. Ja, mensen vinden deze ook weer moeilijk. Nou, dat snap ik echt niet. Nee. Maar dit is voor mij een heer, zo'n lekkere, bijna eau de cologne-achtige noot. Niet normaal. Nee, dus dames en heren, jullie moeten dit, als je, waar je ook komt en je bent op zoek naar een niche-geur, begin gewoon eens met Parfum d'Empire. Want je wordt echt getrakteerd op kwaliteit. Ja. Ik vind de prijs heel redelijk. Ja, hè? Vind ik ook. Echt heel erg redelijk. Super. En je krijgt echt, je krijgt het als het ware in goud uitbetaald, zoiets. Je krijgt echt heel... Ik vind het van wel. Ja. Een Fougère Bengal heb je Ja, dat heb ik nog. Ja, Fougère Bengal. Oh. Dames, dat is een soort sable van Annie Coutal. Ja. Met sable Coutal. Op basis van Fougère. Ja, ook de geur van Pim Fortuyn. Maar dat snap ik. Want als je dit ruikt, dan, en denk maar aan hem. Dat is wel mijn grote held. Mag ik misschien niet zeggen. Ja, mag wel hoor. Ik zeg het gewoon wel. Dat klopt wel. Ja, maar dat sable klopt ook van Annie Coutal. Ja, maar hij is wat ruiger. Mooi, hè? Ja, hij is echt knap. En dat is... Ja, hé jongens, we zijn bijna doorheen. We hebben nog maar... Nee, 10 minuten. Ja, boeien. Maar. Nee, maar het is... Verder kunnen we heel weinig over zeggen. Ja, het is allemaal zo mooi. Hebben we nog eens nog eentje laten ruiken? Nog eentje laten ruiken. Trafleur. Oh, die pikante, die groene. Osmanthus. Ja, die is ook mooi. Ja, maar osmanthus vinden mensen ook moeilijk, hè? Ja. Over het algemeen. Ja. Er is wel heel veel geur die bij osmanthus in wordt verwerkt. Ja. Maar op zo'n onderdrukte... Ja. Ik vind hem heel mooi. Oh, ik vind het echt... Nu ruikt het een beetje drankerig. Ja.
Maar dit is echt osmantus, hè? Oh ja, en straks wordt hij heel een beetje leerachtig, ja. Vind ik. Nou, dat is osmantus, heeft al die kwaliteiten, ja, in zich, hè? Fruit voert hij. Ja. Een beetje, je hebt vers fruit, droog fruit. Ja. En dan komt een beetje die wijnachtige noot komt erin. Wat vind je van Asiadee? Dat is mijn favoriet ook. Die zit in de top 3 dan. Asiadee, wat is het ook alweer? Asiadee is dat een beetje dat gedroogd fruit, een beetje Oosterse markt. Een beetje ook weer met een heleboel kruiden. Oh, ik dacht wasamba. Nee, dat is wierook. Die is ook zo lekker. Ja. Nee, Asiadee is echt... Heb ik die niet? Geconfijt fruit. Wasamba. Heb je niet? Oh ja. Oh joh, die is sexy hoor. Ja, wat ook wel misschien leuk is om te vertellen. Dat is echt zo'n Oosters-Indiase markt. Oh ja, ja, ja. Ja, ja. Wat hier misschien leuk aan is, dit is eigenlijk dit is eigenlijk Sergelutens. Ja. Maar dan draagbaar. Ja, Arabi. En helemaal snap je qua al zijn geuren, maar ze zijn gewoon wat duidelijker. Ruik eens. Hij is, sorry hoor jongens. Ja, dat is mooi. Oh. Ja. Ruik je die komijn? Een beetje dat zweterige? Ja, het is echt prachtig. Ja, het is super. Kijk, want die geur van Sergelutens zijn vaak te artistiek, hè? Ja. Dat ruik je ook, hè? Dus ja. De idee is te moeilijk. Ja. Of van hoe zet je dat om in een geur? Ja. Terwijl bij hij blijft heel dicht bij sferen. Ja. Noem het clichés. Ja. Maar hij interpreteert heel erg goed. Wanneer zou je... Weet je wat leuk is? Als we nog even heel snel zeggen van wanneer zou je het dragen allemaal? Of een paar. Ik denk altijd, je kunt hem altijd dragen. Ja? Omdat ze zo chic zijn, snap ja, je? Ja, dat, dus dat je. Mannen en vrouwen maakt niet uit. Maakt hè? Niet uit, nee. Kijk, de Eau de Gloire zou je misschien een strakke cologne kunnen noemen. Iskander. Iskander, ja, is ook maar. Dat is die, ja. Nee, maar je kunt alle momenten dragen, je kunt ze ook heel goed leren. Ja. Door de goede kwaliteit. Ja, maar het is, het is echt een mooie, want als je Ozoave met Iskander doet, dan krijg je echt mooie dingen hoor. Ja? Ja. Iskander is voor mij de prins op het witte paard. Qua geur, qua sfeer gewoon, qua droombeelden. Oh, ja. Zo mooi. Die naam alleen al. Alexander, hè? Klopt gewoon met de geur, jongens. Nou, genoeg geslijmd. Ja, ik kan er niks aan doen. Het is echt zo mooi. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.